Mag ik iets uit de box halen? Ja. Alright. Oh, wacht even. Nee, het ligt hiernaast. Oké, deze heb ik opgespoord, want dit is... dit gaat over mijn carrière hier. Dit is een tekening van de eerste Galaxy. Oh, geweldig. Maar dat helemaal, was ik bijna vergeten. 1989, 1988. Ongeveer. Ja, ongeveer, ja. 1989, 88. Ja. Mijn moeder had een hele kleine giftshop. En het was alleen in het midden. Als ik me niet vergis. Alleen. Ja, alleen. Er waren drie winkeltjes. Ja. En deze in het midden had mijn moeder een giftshop. En een van mijn eerste herinneringen van Galaxy was dat ze thuis kwam met verkoopwaar. Het lag onder het huis, op de grond. En het waren echt de raarste dingen zijn van bando's, haarbandjes, leuke pennen met franjas erop. Het is echt een giftshop. En er lag alles op de grond en dan moesten we sorteren. En mijn moeder helpen tellen en prijzen maken. Ja. En dat zo is Galaxy begonnen. Ja. Als een hele kleine giftshop. Ja. En de eerste winkel, daar, dat heb ik kunnen huren van mevrouw Lichon. Die woonde boven. Dat is het gebouw van de oude apotheek Lichon. Ja. En het was 300 gulden voor een ruimte. Dat was veel toen. Dat was veel toen. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.